Dus je hebt een supermarkt bij een doodlopende straat. Dat is echt het domste wat je kan doen. Hey, heb ik hier nog niet eerder gezien. Welkom in mijn supermarkt. Dames en heren, de sandwich bread is op. Hallo en leuk dat je kijkt. Vandaag spelen we Supermarkt Simulator. En vandaag weet ik niet of het leuk is, maar we gaan het zien. Een simulator, supermarkt. Welkom, welkom. Je kan dingen kopen en prijzen zetten. En je moet voorkomen dat je bankrupt raakt. Hoe noem ik het alweer? Was ook weer bankrupt. Failliet. Dank je. Goed. Wat een prachtige game meteen al. Je hoort de sfeer. Doodlopende straat ook. Dus je hebt een supermarkt bij een doodlopende straat. Dat is echt het domste wat je kan doen. Dit is ook doodlopend. Waar komen mensen vandaan? Mensen moeten door iemands huis heen. En dan toestemming vragen. Yo, mag ik door jouw huis heen? Want ik moet even naar de supermarkt, of zo. Of is dit alleen de supermarkt voor deze mensen die hier wonen? Wat is... Doodloop en doodloop. Nou, fijn dit. Dat wordt een... dat is een gezellige wijk. En wat zit daar dan voor winkel? De Woodhouse en de Spa Center? Kunnen we hier tussendoor? Nee. Ja, je moet echt door iemands huis heen. De Q Candy Smoke Shop Corp. Oké. Dat is een heel raar iets. En dit is de dry cleaner. Oh, hier kun je het door. Oh nee, ook niet. Ah, een rare wash, dry, fold. Oké, nou. Meer hebben jullie niet nodig, blijkbaar, in de wijk. Nou, welkom in mijn supermarkt, boys. En girls. En alles wat er tussenin zit en wandelt, maar wel iets heeft hangen of niet. Wat moet ik doen? Wat wil je dat ik doe? Market. Order goods. Oké. Ik koop wel eieren, I guess. Add to cart. Oh, hij staat hier op de cart. Oké, cereal. Ah, ik koop overal wel eentje van. Vind je dat goed? Ik weet niet wat ik dan moet doen. Oh, dat kan niet eens. Oké, zo. Dit kan ik kopen. Oké, ik heb het gekocht. En nu? Pick up the boxes. Pick up the boxes. Ah, kijk. Dank je. Ja. Oh, kijk nou. Lekkere broodjes. Nou, dat wordt lekker geleverd dan zo. Als je brood zo erin doet, zonder plastic eromheen. Maar goed. Oh, kijk nou. Oh, er zit wel plastic in. Oh, dat is de bovenkant waar ik naar kijk. Oh, wacht even. Oh, valt dat nou niet uit? Nee. Drop. Zie je dat aan de zijkant ook? Oh, het is de... Oh, daarom. Goed. Sandwich bread is trouwens wel wat anders dan dat normale brood. Waar moet dit heen dan? Oh, hierheen. En dan moet ik de prijs zetten. Set the price of the product. Ik weet niet meer hoeveel ik het hem heb gekocht. Terwijl natuurlijk even slim nadenken. Marketing-wise even money pakken natuurlijk. Sliced bread is unit price $1 per stuk. Man, oh man, oh man. En hoeveel had ik er eigenlijk? Hoeveel zitten erin? 12 zitten erin, oké. Okay. Dus market price is 2. Dus dan doen we 2. Gaan we net onder de markt. Prijs zitten en dan zeggen wij altijd goedkoper. 2,33 vind ik wel mooi. 2,33, ja. Mag ik ook de andere dingen nog neerzetten? Wat heb ik hier? Oké. Okay. We hebben hier Chocky Pick. Een chocoladepenis. Zo'n soort chocolaatje of zo, weet ik veel. Prima. Strong chocolate. Eens weet hoe strong. Market price 6. Zullen wij dan gewoon bij weer 6,33? Zullen wij gewoon de 33 shop zijn? Wij noemen onszelf gewoon de 33 shop. Alles is 33 cent. Daarachter. Dat is top. Wat een uniek marketing idee. Want je hebt natuurlijk wel heel vaak de euro shop en dat soort dingen. En dan weet je dat alles euro is. Maar dat is helemaal niet interessant. Helemaal niet origineel. We gaan voor dit. Hier. 2,66? 2,33. Hoppakee. Nou, we openen. Wait for the first customer. Ik ben heel erg benieuwd waar die vandaan komt. Huh? Nu komt hij aan. Op de fiets. Oh, even door dat ding heen. Oh. Hoe ben jij hier langsgelopen? Ben je achter mij langsgelopen? Jij geluiperd. Oké, okay, interact with the counter. Scan. Oh, hij gaat ook echt piepen.
Hey, bedankt voor het money, man. Hij heeft ook 6,99 gegeven, of niet? Hoe weet ik dat? Hij geeft 10. Oh, ik moet ook wisselgeld geven. Oh, 1, 2, 3 en 1 cent. Oké. Okay. Hey, hoe is het, man? Hoe is het op de zaak? Huh? Nog wat boeiende klanten, interessante klanten. 4, wat wil hij veel terug, joh. 2, 3 en dan 1. Alsjeblieft. Hey, heb ik hier nog niet eerder gezien. Welkom in mijn supermarkt. Wat een ontzettend gaaf shirt heb jij, zeg. Ik ken die serie, de Punisher. Daar lijkt het wel een beetje op. Heel cool. Dan je tanden zijn eruit gevallen uit dat... Nou, goed. 50. 5. Wat fijn dat het in beeld staat trouwens, hoeveel ik moet terugbetalen. 30 en dan 4 hiervan. Alsjeblieft. Oh, wat een goede combinatie. Brood met ei. Had ik niet verwacht. 5. 3. Alsjeblieft. Mevrouw, hallo, welkom. Welkom. Hey, wat bent u klein? Oh, sorry. Ik mag niet lachen natuurlijk, maar... Gaat goed, of niet? Wat bent u klein, hé? Hey? Wat bent u? U bent echt... U bent cute. Cute klein. Ik, ja, ik kan wel zeggen hoeveel het is, maar ik kan het niet zien, inderdaad, denk ik zelf. Oh, die eieren die gaan inderdaad heel hard, man. Goed, 67, 50 en dan 10, 5, 2. Oké. Okay. Yo, yo, ben je ook fan van Newton? Nee? Oké. Okay. Nee, ik zie dat shirt. Dat is iets met, science of zo. Oh, is goed, bedankt man. Goed. Zo, die eieren die gaan hard, bro. Die Chocky Pick, die wil niemand. Wacht, misschien moeten we wat meer dingetjes kopen. Flour. Dat is een beetje weird. Flour. Zal ik gewoon pasta doen? Doe op pasta. Oké, okay, kan ik die bestellen? Ja, pasta. Dank je. Oh, je bent ook al zo klein. Waarom zijn al die vrouwen klein hier in dit dorp? Oh. Panzati. Zo. Ja, wacht even, mevrouw. 4. Oeh, marketprijs 4. Oh, dat wordt vervelend. Want ik wil eigenlijk 4,33 doen dan nu natuurlijk. Ik doe dat gewoon. 4,33. Ik doe hem gewoon iets boven de marketprijs. We kunnen niet heet onder de marketprijs blijven. Oh, ze koopt ze gewoon. Meteen gewoon. Mevrouw, je shirt staat wel heel erg open, vind ik trouwens. Maar nee, dat even terzijde. Maakt mij niet uit hoor. Verder. Hoppakee. Ik ben gewoon niks gewend. Dat is het hele ding. 1 cent terug. Alsjeblieft. Zo. Maar die vrouwen zijn klein hier, bro. Even eerlijk. Waar gaan ze ook heen trouwens? Dat is ook wel een goeie. Waar gaan ze heen? Ze hebben de tas vol. En dan? Woont u hier? En waar woont u? U woont dan hiernaast of zo? Oh! Oh, hier is gewoon een soort van appartementenblok waar ze allemaal uitkomen. Ah! Het is een soort cult misschien. Interessant. Dit is een vet shirt wat u heeft, meneer. Of een sweater. Heel cool. Echt vet. Zeker door uw oma gebreid. Loes! Nou, oké. Okay. Ik wou zeggen loser, maar dat is, het is best wel een cool sweatertje nog. Oké, okay. Alsjeblieft, wisselgeld. Dag mevrouw. Weer lekker strak in het pak, soort van, hè? Netjes hoor. Heel mooi. Wat als ik het wisselgeld niet teruggeef? Ik ga het gewoon zo doen. Oh, dat mag niet eens, oké. Okay. Wat als ik te veel wisselgeld teruggeef? 3. En dat doe ik. Ik doe 5 cent te veel. Oh, you can take your money back by right-clicking on the bills in cash. Oh ja. Maar ik doe het, ik geef te veel. Oh, ik heb er gewoon 5 cent te veel gegeven en dat is gewoon... Is gewoon akkoord. Huh. Interessant. Goed, we hebben er 13 gehad. Wat kunnen we nog meer?
Furniture, shelf, fridge, spotlight. Wat kunnen we met een spotlight? Als ik die bestel. Kunnen we dan die aan het plafond hangen? Ik denk het wel, hè? Oh, kijk nou. Maar hij gaat niet eens aan of uit. Hoe doe ik hem aan? Hoe doe ik de spotlight aan of uit? Er is geen lampknop. Wat heb ik hier aan? Wat heb ik hier aan als er geen lampknop is? Of misschien wordt het straks donker of zo nog? Ik weet het niet. Of is er nog geen cycle, ding, cycle? Nope. Dit vind ik, dit is belangrijk. Ik doe even al die lampen hier, want de spotlight is alles op de bread. Gotta get my bread, man. Yo, eindelijk, de Chucky Picks. Hey, zijn jullie tweeling? Wat leuk. Hey, wat leuk dat jullie allebei even komen kijken dan. Fijne dag, hè? Ik wil niet even wachten op je broer. Huh? Nou, hier. Waarom mag die broer aan? Als ik het niet teruggeef, dan mag het dus niet. Maar als ik te veel teruggeef, mag het dus wel. Oké, interessant. Goed. Oh, het wordt wel donker nu. Of niet? Ja, het wordt wel donker. Oh, misschien gaan die lichten zometeen weer aan. Weer aan. Het zijn nooit aan geweest. Maar goed. Oh, kijk nou. Oh. The Holy Sandwich Bread. Dat is de Holy Sandwich Bread, man. Wat ziek. Ik wil meer. Ik wil meer. Ik kan er nog 4 kopen. Oh. 3 dan. Misschien als ik deze verkoop, kan ik er nog eentje extra kopen. Ja, dank je. Hoeveel je terug? Niks. Top. Kan ik er nog één kopen? Heb ik hem al gekocht? Huh? Ja, ik heb hem al gekocht. Nice. Hoppa. En hoppa. Hop. En hoppa. Oh. Halleluja. Dames en heren, de sandwich bread is op. Ik herhaal, de sandwich bread is op. Wil Tommy even naar de kassa komen? Want er is gepopt in rij 3. Hoe zeg je dat? Hoe werkt dat bij de supermarkt eigenlijk? Rij 3, zeg je dat dan? Rij 3? Ik weet niet hoe je dat zegt. Ik heb er nooit naar geluisterd. Ik heb ook nooit gewerkt in de supermarkt. Hoppakee, alsjeblieft, man. Ja, vet man, chocky pickies. Lekker man. 1 cent terug. Hier, stik erin. Oh, hij is aan het zoeken. I can't find anything. Nee, oh, ik heb wel lampen. You want some lamp? Heb ik even producten kopen. Hoeveel geld heb ik nog? $71. Nou, die eieren gingen wel hard trouwens. Zal ik gewoon die eieren kopen? Ik koop gewoon alleen maar eieren, gast. Nee, weet je wat ik doe? Ik koop alleen maar brood. The holy bread, man. Zo. Closed after 9 p.m. Oh, verdomme. Ik moet enteren. Nieuwe dag. Wat is er aan de hand? Total profit, min 28. Oh, niet best. Oh, je krijgt nu daily... Oh, we krijgen nu dagelijkse rekeningen. We krijgen dagelijkse rekeningen. Make sure to pay the bills. Anders wordt het automatisch betaald. Oh jee. Oké. En waar zie ik mijn bills dan? Die kan ik ook nergens zien. Nou goed. Oh. Bam. Brood. Ik ga even... Zo, dat is een beste stapel brood trouwens. Zo. We gaan wel even open alvast. Ik gooi dat hele ding wel vol. The Holy Bread. Van een broodwinkel. Wat een supermarkt. Van een broodwinkel heb ik. Ik ben gewoon een bakker eigenlijk. Eigenlijk ben ik gewoon een bakker. Hé, hey, wel fijn dat hij de prijs ook onthoudt van het brood. Dat is wel nice. Dat je dat niet elke keer opnieuw hoeft te doen. Dat is wel oprecht heel nice. Ja, wacht even, gast. Ik ben even mijn... Oh, wacht. Deze hou ik wel even hier. Die bewaar ik wel heel even. Hier, dan kan ik zelf ook wat eten tijdens werktijd. Hé, hey, hoe vind je het brood? Wat denk je ervan? 10. Hoppakee. Attentie, attentie. Wil medewerker
alsjeblieft naar gangpad 3 komen. Er is een fles gevallen. Ik herhaal, er is een fles gevallen. Nou. Ja, mevrouw, dit is net echt, hè? Het is net echt. Het is geen simulatie. Het is echt niet normaal. Mevrouw, heeft u 1 seconde? Attentie, attentie. Attentie, attentie. Lekker wijf van de kassa. Wat? Nee, dat ging... Nee, dat was... dat ging niet over de... Oh, dat ging over de intercom. Oh, ik wou... Dat ging... Ik had in de... Nou, goed. Dat is een compliment. Compliment. Even kijken. 10. 5. 8. Best. Zo. Verschil moeten wezen, of niet? Qua lengte. Rustig aan, gast. Oké, als het goed is... De laatste checkout. Ik zie Objective Perform Checkout staan. Dank je. Purchase product license using computer. Mevrouw, klein even geduld. Attentie, attentie. Kan iemand even de kassa overnemen? Ik moet heel even een product license... kom even kassa overnemen. Dank u wel. Ik haal... Nee, ik ga het helemaal niet herhalen. Kom maar. Kom maar gewoon. Ik vind het best. Wat moet ik doen? Product license? How? Hoe? Product by product license. Oh! Ik zat nog steeds in dat fucking menu, bro. Ik denk al, hoe kom ik hier uit? Hier linksonder werkt al niet. De zoekknop werkt ook niet. Nou, dit doet ook allemaal niks. Dit moet ik doen. Oh mijn god, ik word nog echt een... Attentie, attentie. Krijg geduld, ik ben fucking dom. Oh, hele lange rij. Oh, sorry iedereen. Sorry, 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 sorry. Ja, donder maar op. Hoppakee, lekker, lekker. Jouwer, toppie. 1 cent. Hier, sticker in. Dank u wel, dag. Dit is Speed Supermarket Simulator. Let's go. 10, 5. Hoppakee, next. Yo, thanks, man. 2, 5. Ook goed, best. 10, 5. Hoppakee, let's go. Next. Piep, 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 piep. Next. Piep, 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 piep. Next. 50, 10. Alsjeblieft, next. Piep. 67 weer, 50, 10. Hoppa, next. Piep, 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 piep. Och jeetje, wat wil jij veel terug, zeg. Zo. Wow, jij bent nieuw, jij bent nieuw! Jij bent nieuw! Meneer, meneer. U bent nieuw, u bent nieuw, u bent nieuw. Ik heb u nog niet eerder gezien. Hoe maakt u het? Wat een fantastische, fantastische polo. Wat vet, dat kleedt mooi af, hè, die lijnen naar beneden. Dat heb ik geleerd. Als je die lijnen breed doet, dan ben je koud dik. Oké, goed. Management moeten we zijn, volgens mij. En dan... Oh, hier. The starter pack. Purchase this license to be able to sell the products below. Melk, water, pindakaas, coke, candy, koffie. Oké. Maar daar heb ik niet genoeg geld voor. Bills. Bills are paid. Oké. Okay. Growth. Wat is dit? Kun je expanden. Mensen hiren. En de rest kan allemaal nog niet. Oké. Okay. Cool, 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 cool. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oh, staat weer een rij. Yes, loop door. Dank u wel. Oh, wat moet je nou weer? Juist! Je geeft $100. Oké. Okay. 30 cent en dan 1, 2, 3, 4. Hier. Ik zie helemaal niks. Ik moet even het licht aandoen. Nou, komt dat dus goed uit. Ik heb licht, hoor, dames en heren. Tada! Oh, the holy sandwich bread! Oh. Zo. Ja hoor. Dank u. Dag mevrouw. Zo. Mooie... hand. Hoeveel meer terug? Niks. Ze betalen allemaal cash. Hoe betaal je 2,33 cash? Niemand betaalt 2,33 cash. Ik heb bijna nog nooit in mijn hele leven iets cash betaald als het zo'n rare... Nou, 3 cent mag je hebben voor mij, alsjeblieft. Zo'n rare bedrag is. Als bijvoorbeeld €1,99 is, dan zeggen ze altijd van... Ik rond het af. Nou, dan ga ik gewoon pinnen. Want dan heb je 1 cent goedkoper. Zoek het uit. Is toch raar? Ja. €1,99. En dan kom ik bij de kassa. Dan zeggen ze €2. Nee. Helemaal niet. 1,99. Ga lekker pinnen. Die cent is voor mij.
Het is wel goed met je. Krijgt helemaal niks van mij. Hè? Wat dacht je daarvan? 10. 5. 2. Mooi. Oké, enter. Finish the day. Is goed. Hebben we winst gemaakt? Jazeker hebben we winst gemaakt, want... $20 winst. Wat is dit nou voor onzin? $20 winst? Wat een bullshit. Ron Slice Bread is market price omhoog. $2.85. Kom, we verkopen het gewoon voor 3. $3.33. Dat hebben we ons nog steeds ons motto. Oh, en dan kopen we nieuwe. Eén slice of bread. One slice of bread, please. One slice of bread. Oh nee, one holy bread. Yeah. I'm about myself a holy bread. Oké, doe maar even open dat ding. Nee, niet die. Die. Oh, ik had er nog eentje tussen mijn benen. Huh? Waar is die? Waar is dat ding tussen mijn benen? Ik had brood tussen mijn benen. Waar is die gebleefd? Huh? Ik ging een nieuwe dag. Ik ging slapen en het brood tussen mijn benen is gejat. Wat? Wauw. Wauw. Eén iemand zijn dood, zijn ander zijn brood. Insane, bro. Hallo, mag ik uw legitimatie even zien? Attentie, attentie. Tering goede grap bij kassa 2. Kijk, wilt u een cent meer op de zaak? Omdat u zo'n mooi shirt heeft, alsjeblieft. Attentie, attentie. Er is een heel erg extra centje weggegeven. En nu, voor de komende uur, hebben we happy hour. Extra cent, extra cent, extra cent. Attentie, attentie, extra cent, kassa 2. Nul? Nee hoor, extra cent, alsjeblieft. Ah, 2. 1 cent, extra cent. Alsjeblieft, meneer. Belofte is belofte. Yo, Vin Diesel, what's up, man? Alles goed? Oh, je kent hem. Oh, vet. Nou, weet je wat? Voor jou ook extra centje, alsjeblieft. Hè? Fijne dag. Oh, mevrouw. Ja, u kan wel dit doen, maar dan kun je alsnog inderdaad niks vinden. Dat snap ik. Goed, we gaan even dicht. Want we moeten even brood kopen. Brood. Kan ik er maar 3 kopen? Ik denk het wel. Ja. Dank wel. Zullen we open gaan? Dan red ik wel op tijd. Jawel. Hoppakeetjes. Vol. Ja, we zijn weer geladen hoor, meneer. We hebben alleen brood. Alleen. We hebben alleen brood. Alleen. Oh, meneer. Het is een beetje donker hier. Geen probleem. Geen probleem. De holy bread. Dames en heren, iedereen in de buurt. Holy bread, only here in holy bread. Ja, mevrouw, kiest u maar brood of brood? Zeg het maar. Oh, dit is wel nice. Dit is wel nice dat je zo verkoopt. Daar ben ik wel oprecht blij mee. Dankjewel. Oh, dit is de laatste dan, ja, meneer? Als ik hem nu op slot doe, gaat hij dan naar huis? Nee. Oké, ik ga even een productlicentie kopen. Purchase. Yes, baby. Ik kan nieuwe producten kopen. Yes, baby. Maar ik heb $11, dus wat ga ik kopen dan? Wat moest ik kopen nou? Koffie? Kan ik helemaal niet betalen, joh. Oh, jawel. 8 koffie. Narvalo. Oké, wacht even. Wat is de market price? Oeh, $10.50, bro. Lekker, man. I couldn't find Ron's sliced bread. Zie! Ze willen brood. Ze willen gewoon brood. Ze komen hier voor de bakker en ik heb koffie. Ik heb alleen koffie. Dus ze komen hier voor brood. Kutzooi. Hij wou brood hebben, die Dominique, die kale. Ah, wat kut van mij. €9. Alsjeblieft. Oké. Ik geef je gewoon een tientje terug, gast. Ik heb geen zin om te rekenen. Alsjeblieft. Yo, laatste koffie voor jou, meneer de zakenman. I couldn't find ja, gast, ik heb dat niet meer. Wacht, ik doe hem even uit. Ik doe hem even uit. Dames en heren, de winkel gaat uit. Dames en heren, de winkel gaat uit. Heeft dit het meeste verdiend? Net? Zo. Ik hoop dat die vrouwen hier zo, die hier wonen in de straat, erbij kunnen, want die zijn zo klein. Dus ik hem helemaal bovenaan leg. Oh, het licht moet even aan. Nou, holy coffee. Waar is de 33 shop? Ja, die is even verdwenen, want we moesten even money maken.
En het werkte niet. Soms is het businessmodel niet helemaal het businessmodel wat je wilt. Level 6. Oh, hier de bills. Oh, nee. $9. $4. Oh, dat zijn mijn rekeningen. Rent? Ik moet ook nog huur betalen. Ja, dag. Dan maak ik nooit winst. Nou, ik ben blij dat ik geen belasting hoef te betalen. Want dat zou helemaal mijn blut maken in-game. Nou, real life trouwens ook. Maar goed, dat terzijde. Hoppakee. Ben je nu een koffieshop? Nou, misschien... Ja, we zijn nu een koffieshop. Ja, dat is een goed punt. Oh, ik heb toch trouwens een missie, zie ik nu. Wat stom. Ik heb helemaal niet... Ik zie hier purchase a fridge or shelf. Furniture. Fridge or shelf. 125, bro. Gaan we weer. Ah, ik kan toch niet betalen, man. Irritant, man. Het zal wel lijp zijn dat je ook ineens kan overvallen worden of zo, weet je wel. Hier zo. Dat je dan zelf moet schieten. Ik heb hetzelfde verdiend. Ja, dat komt door die bills. Kutzooi. Oh. Wat hebben we verdiend? Total profit min 5.2. Het is toch ongelooflijk. Deze game is oneindig, bro. Het stomme is, ik kan ook die lampen die ik heb gekocht... kan ik niet meer verkopen. Helemaal kut. Kan ik nog wel een kop koffie ding erbij kopen? Ja, ik kan nog eentje kopen. Oh, 74 cent. Oké, ik heb het nu. 1, 2, 3. Oh. Oh, eentje terug. Ja, dan kan het. Zo, ik speedrun deze hele koffiegast. Check me gaan. Wat als ik het gewoon niet opruim, bro? Wat als ik het gewoon hier voor de deur leg? Can't throw here. We kunnen het wel droppen. Zo, we gaan hier gewoon een toren bouwen. Laten we dat gewoon doen. Mevrouw, ik begin niet met een toren. Ik begin met een blokkade. Kijk wat er gaat gebeuren. Die dozen op stapel. Yo, dankjewel. Yo. I couldn't find Kraftung flower. pak daarheen. Misschien kan ik de game daardoor wel in de maling nemen met dat... Oh nee, toch niet. Hij wil ook peanut butter, wil die hebben. Oeh, er zit wel een beetje physics in de game. Want als ik hem op een bepaalde manier neerzet, zie je het een beetje bewegen. Je kan er ook tegenaan lopen natuurlijk. Oeh, zo, dat is wel heel hard meteen. Oké. Ja, dat gaat werken. Oké. Ik had niet verwacht dat u koffie wilde kopen, meneer. Kijk, ik kan het meteen weer halen, de koffie. Dit is echt nice, hoor. Hier, meteen 2 kan ik ook halen. Dat ga ik meteen doen. 50 cent. Oh, ik speedrun die hele koffie hier. Hoppakee. Kijk. Hop. Oh, deze moet hierop. Nee, oh, niet er tegenaan. Oh, kut, dan moet ik opnieuw. Ja, dit wordt wel vet. Oh, dit wordt een hele vette toren. Oh, wat cool. Oh, hij is helemaal scheef. Dus de toren van scheve koffiepizza. Hij moet iets meer naar die kant. Oh, nee. Oh. Kijk. Balans. Ah, hij kan niet hoger of zo. Ik vind dit belangrijk. Dit moet even gedaan worden. Ik bouw hem wel tegen de muur aan. Dan heb ik misschien wat meer steun. Ja! Nice! Oké, speedrun deze. Next. 4. Next. 5, 10, 5, 3... Wat was het? 50. Oh, nog één. Kut. Next. 50 cent. Next. Op. Donderen. Next. 50 cent. 1. Next. Oh.
Wow, ik heb dit lijp gespeedrund. En... stop de tijd. Hoeveel had ik? Hoeveel seconden? Heeft iemand erbij gehouden? Oké, ik kan nieuwe dingen kopen. Maar ik moet even een shelf kopen. Shelf. Spotlight. Oh, kan niet. Nou, oké. Wat hebben we verdiend? Hebben we nu wel winst gemaakt? Nice. 168. Chill. Oké, shelf. Purchase. Is het ook in een doos? Nice. Een hele grote doos erbij. Waar moet ik een shelf kopen? Ik heb echt genoeg aan dit. C-box. Oh, je kan het ook gewoon weer in een doos houden. Oh, interessant. Wat nou als ik ze... wacht even, ik heb een idee. Oh, dit kan je dit ook verplaatsen? Dit kan je niet verplaatsen. Oké, okay, dit zit vast aan de grond genageld. Goed. Als wij hier dat ding neerzetten, dan hebben ze minder afstand naar de kassa toe. En deze doe ik boksen. En dan kunnen we nog sneller. Deze ook boksen. Oh, kut. Oh, dat mag ook. Kijk, zo. Prima. Dan is dit nog sneller bij de kassa. Dat moet werken, toch? Zou je zeggen. Okay, dan kunnen we even twee koffie kopen. Oh, ik kon er bijna niet tussen, man. Met mijn dikke reet. Dan moet je ook deze pakken. Oh, de doos kwijt. Hij is open. Oké, kijk of dit gaat werken. Blik. Ja. En meteen. Oh, misschien moet het hier. Hier moet het eigenlijk. Hier zo moet het eigenlijk. Het moet eigenlijk hier staan. Hier zo. Bam. Dan zit je meteen er tegenover. Dus het is echt... weg. Ja, dat is het. Van hallo meneer, hallo meneer, hallo, hallo. En dan klaar. Ja, dat is een beetje hoe we het gaan doen. Purchase a new section using your computer to expand your store. Hoe nou weer doen? Oh, dan moet ik dit kopen. Section. Expand by 4 by 4 meter. Oké, okay, oh, we moeten nu uitbreiden. Ik doe volgens mij echt veel te veel troep kopen de hele tijd. Maar goed. We zijn er bijna. Ik heb uitgebreid trouwens. Ik heb uitgebreid. Wow! Wow! 4 bij 4 meter erbij. Damn, wat een investering. Voor $150 krijgen we gewoon een stuk store erbij. En we kunnen... dus deze mensen hebben nu ineens geen woonpand meer. Deze mensen die wonen, die zijn nu opgeschoven. Vet, sick. Of niet? Oh nee, het is alleen de onderkant natuurlijk. Nou goed. Vet man. Ik ga dat toch allemaal niet gebruiken, dus waarom had ik dat nodig? Wat onzin. Gebruik het toch niet. Goed, ik denk dat ik heb alles wel uitgespeeld. Als in dit was de game, letterlijk.